Je ziet ze maar zelden. Het is een uitstervend ras. Mensen zonder mobiele telefoon. Wij vonden iemand in Vaartbroek die er zelfs nooit een heeft gehad. Ik ben Bouke Huske, 48 jaar. Cultuur- en bouwhistoricus in Eindhoven. Ik heb altijd gedacht: van, is zo'n ding nou nodig? Natuurlijk heeft het wel zijn voordelen. Als jij echt in een noodsituatie bent, dan is zo'n ding ja, hartstikke nodig. Maar... Ja, goed, tot op heden is het nog niet gebeurd dat ik hem echt nodig had. Uh, nee. Dit tot verbazing van veel van zijn medemensen. Uh, er zijn wel eens mensen, dan zeg ik van, ja, maar ik heb geen mobiele telefoon. En dan, heb je geen mobiele telefoon? En dan inderdaad, dan leg ik uit van, nou nee, ja, nee, dat en dat. En dan, oh nee, dan vaak, vaak vinden mensen het ook wel oké. Okay, maar toch wel altijd even die vraag van, oh ja, hey, dat is wel apart of zo inderdaad. Dus, uh... Bouke is een man die midden in het leven staat. Hij runt een adviesbureau, is dol op mooie vrouwen en verzamelt bijzondere Eindhoven-objecten. Volgens hem vraagt het leven zonder telefoon gewoon een andere instelling. Ze worden er een beetje lui van, is mijn idee. He, van, in het idee van. Uh, he, dan zeg ik van waar spreken we af? Nou, kijk maar, bel me maar eventjes rond die tijd. Ja. Dan uh, kijk ik wel waar ik ben. En ik ben nog meer van het traditionele. Afspreken gewoon. We spreken om 11 uur daar en daar af, op die plek, dat adres. En dan zorg ik dat ik er ben. En dan heb ik bijvoorbeeld ook geen uh, tom, tom op mijn telefoon of zo. Maar dan zorg ik er s'morgens voor dat ik gewoon heel goed de route uitstippel waar ik moet zijn. En uh, ja, dat is een soort een beetje handwerk, wat ik, wat ik dan nog gewoon heel, uh, heel graag doe. Volgens Bouke zijn de mensen vergeten wat het is om geduldig te zijn door de mobiele telefoon. Ik denk dat mensen, ja, mensen zijn tegenwoordig heel erg geneigd om veel sneller te leven. Mensen willen alle minuut een berichtje krijgen van jou. Alle minuut willen ze op de hoogte gehouden worden door een mailtje, of door een appje, of door een uh, telefoongesprekje. En ik heb zoiets van nee, uh, hè, als ik met jou aan het filmen ben in de schuilkelder, dan kom ik straks thuis. En dan, en dan weet ik gewoon: dan wacht er een telefoongesprek op mij, dan wachten er drie mailtjes op mij. En dan ga ik dat op mijn gemakjes bekijken. Ik hoef dat niet allemaal om alle minuut. Doe maar lekker rustig aan. Komt goed. Bouke hoopt dat hij ook andere mensen kan inspireren om zonder door het leven te gaan.